Beste leerling, je ziet hier een samenvatting van 4 HAVO Wiskunde B, deel 1 van Getal en Ruimte, 12e editie. Hoofdstuk 3, hoeken en afstanden. In deze video zal ik proberen om in het kort het hele hoofdstuk langs te laten komen. Paragraaf 1 begint met goniometrische berekeningen. Je kent ze van klas 3. Als je een rechthoekige driehoek hebt, zijn er 3 dingen die je moet weten. Sinus is overstaande zijde gedeeld door de schuine zijde. De cosinus is de aanliggende zijde gedeeld door de schuine zijde. En de tangens is de overstaande zijde gedeeld door de aanliggende zijde. Sos, cas, toa zeiden we dan. Sinus, overstaand schuin. Cas, cosinus, aanliggend schuin. Toa, tangens, overstaand aanliggend. In deze driehoek is dus de sinus van hoek A, BC gedeeld door AC, overstaand gedeeld door schuin, vanuit hoek A gerekend. De cosinus vanuit hoek A gezien is AB gedeeld door AC. AB is immers de aanliggende zijde en AC de schuine. De schuine is altijd de langste zijde, dus die staat tegenover de rechterhoek. En de tangens is overstaand gedeeld door aanliggend. Dus vanuit hoek A gerekend, BC gedeeld door AB. Een voorbeeld. Gegeven, BC is 5, hoek A is 30, bereken AC. Vanuit hoek A gezien is BC de overstaande zijde en is AC de schuine zijde. Dus ik moet iets doen met overstaand en schuin. Dus ik gebruik de sinus. BC gedeeld door AC. Invullen geeft sinus 30 is 5 gedeeld door AC. Dus AC is 5 gedeeld door de sinus van 30. Tik hem in op je recosin, geeft 10. Voorbeeld 2. Gegeven hoek C is 60 graden. AC is 10. Bereken BC. Nu moet ik dus gaan rekenen vanuit hoek C. Ik kijk vanuit hoek C en dan zie ik dat AC de schuine zijde is. Dat verandert niets, want dat is altijd de langste zijde tegenover de rechterhoek. BC is een zijde die vast ligt aan hoek C, dus dat is een aanliggende zijde. Dus ik moet iets doen met aanliggend en schuin, dus de cosinus. Aanliggend gedeeld door schuin, dus BC gedeeld door AC. Vul hem in en vervolgens zeg je 10. Keer cosinus 60 is 5. Dan heb je dus je antwoord als lengte van BC. BC is 5. Voorbeeld 3. Gegeven BC is 5. AB is 8. Bereken nou de hoek C. Nou, dat betekent dat je vanuit de hoek weer moet gaan kijken. Dus hoek C. Dan is BC bekend. Dat is dus de aanliggende zijde. AB is de overstaande zijde vanuit de hoek gezien. Dus ik moet iets met overstaand en aanliggend. Hoe kan het ook anders? Die had ik nog niet gebruikt. Dus de tangens heb ik nodig. Van hoek C is AB gedeeld door BC. Is 8 gedeeld door 5. En als je dan een hoek wil weten, gebruik je altijd de inverse functie op je rekenmachine. Dus inverse tangens. Tangens inverse. Doe je met de 2 en D-toets. En dan komt die uit op 58 graden. Meestal rond je graden op heel af. Als het anders moet, staat het in de opgave. Ook paragraaf 1. Een andere hoeknotatie. Het staat niet zo genoemd in het boek, maar ik vind het wel belangrijk om het toch ook te laten zien. Wanneer je spreekt over hoek DAC, dan kun je daar een eentje in zetten. Hoek A kun je in 2 hoeken verdelen, een 1 en een 2. Maar hoek DAC is de hoek bij A, dus de middelste letter moet je hebben, de A. En die hoek die wordt ingesloten door het lijntje DA en AC. Dus DA en AC vormen samen de hoek A. Nou, zo is hoek CAE, de hoek ook bij A, maar dan ingesloten door CA en AE. CEB, nou E is het middelste. De middelste letter, dus hoek E gaat het om. En die is ingesloten door de lijntjes CE en EB. En hoek E, ingesloten door AE en EC, noem je hoek AEC.
Ook nu weer, e is de middelste letter, dus het gaat om hoek e. Gelijkvormige driehoeken. Nog steeds paragraaf 1. Soort 1. Wanneer we hebben het over rechthoekige driehoeken, ik heb hier twee rechthoekige driehoeken in elkaar getekend. De driehoek ABC is een rechthoekige driehoek, maar ook de driehoek BED. Dan kunnen we in ieder geval met Pythagoras iets doen. Dat moet je altijd onthouden. Dus een rechthoekige driehoek, Pythagoras. Wanneer een zijde ontbreekt, kijk altijd even of dat mogelijk is. Kom ik zo op. Je ziet dat de driehoeken ABC en EBD gelijkvormig zijn. Want hoek A is gelijk aan hoek E in de andere driehoek. En hoek B in de kleine driehoek is natuurlijk dezelfde hoek als hoek B in de grote driehoek. Nou, als twee hoeken gelijk zijn, dan moet de derde hoek ook gelijk zijn vanwege de 180 graden regel. Zet even in een verhoudingstabel de lijnen die bij elkaar horen boven elkaar. Dus ABC komt bovenin te staan, EBD onderin. Mag ook andersom. Pak de voorste twee letters. Als je dus de lettervolgorde goed hebt, dus hoek A hoort echt bij hoek E, B hoort bij B en C hoort bij D. Dan kun je het zo overnemen. De voorste twee, AB gedeeld door EB. De achterste twee, BC gedeeld door BD. En de eerste en de derde, AC gedeeld door ED. Ik hecht eraan om alle lijntjes op te schrijven. In het boek laten ze soms een lijntje weg wat je niet gebruikt, maar dat zie je vanzelf in de tabel. Nou, ik zei net al, Pythagoras vertelt ons dat BC 13 is. Die hoef ik denk ik niet uit te schrijven, want AC is 5, AB is 12, dus het is een 5, 12, 13 driehoek. Of je zegt 5 kwadraat plus 12 kwadraat en daar de wortel van en dan kom je uit op 13. Nou, vul je dat allemaal in wat je weet, dan zie je dus dat AB 12 is, BC is 13. Dat was net de ontbrekende waarde, waardoor je toch kunt uitrekenen wat de andere zijden zijn. Als je die niet zou hebben, zou het wat lastiger worden. BD is 7 en AC is 5. Alleen onbekend zijn EB en ED, maar dat is nu geen probleem meer. Want met kruiselingsvermenigvuldigen kun je EB uitrekenen 6,5. En ED 2,7. Soort 2 van de gelijkvormige driehoeken is deze, wanneer twee driehoeken in elkaar vallen in dezelfde richting, zou ik haast zeggen. Als ze dus evenwijdig lopen met elkaar. AB is in dit geval evenwijdig met het lijntje DE. En daardoor geldt dat hoek A gelijk is aan EDC, dus de hoek bij D die ingesloten wordt door ED en DC. En hoek B is gelijk aan hoek DEC. En dat zijn F-hoeken. Je ziet hier een F in. En dan zie je al dat die hoeken bij A en bij D gelijk zijn. En zo kun je ook een F aan de andere kant tekenen. En ook hier geldt weer, net als bij die vorige soort, hoek C in de kleine driehoek is gelijk aan hoek C in de grote, maar dat is logisch vanwege de 180 graden regel. Dus ABC is gelijkvormig met DEC. Let op de lettervolgorde. Dus A hoort bij D, B hoort bij E en C is C. In een tabelletje had je dus dit. Voorste 2, achterste 2, eerste en de derde. Gelijkvormige driehoeken kun je ook zo tegenkomen met niet met een F-hoek, maar met een Z-hoek. Daar kom ik zo meteen op terug. En met overstaande hoeken. Wat zien we hier? BEF is gelijkvormig met CED. Want ik heb te maken met overstaande hoeken. De hoeken bij E zijn even groot namelijk. En hoek C is een rechte hoek. En ook hoek ABE is een rechte hoek. Dus dan zijn de driehoeken BE en F en CE en D gelijkvormig. Er zit ook een Z-hoek in. Die had je ook kunnen gebruiken. Die zie je nu in het groen. Hoek CDE, dus de hoek bij D, CDE, is gelijk aan de hoek EFB, dus de hoek bij F. Dus dat heeft te maken met een Z-hoek. Ook die kun je gebruiken voor de gelijkvormigheid. Dus driehoek EDC is gelijkvormig met driehoek EFB. En in een tabel zie je dan dit weer. Voorste 2, achterste 2,
eerste en de derde, maar let op de lettervolgorde. Ook dit voorbeeld is niet uitgewerkt met getallen, maar dat zou je zelf kunnen doen. Paragraaf 2. Daar komen we de sinusregel tegen. En de sinusregel die gebruik je wanneer je te maken hebt met scherphoekige driehoeken die niet rechthoekig zijn. He, dus dan kan ik niks met Pythagoras in dat geval. Maar je kunt wel met verhoudingen in de sinusregel hoeken en zijden uitrekenen. En dat gaat als volgt. A is de zijde tegenover hoek A. B is de zijde tegenover hoek B en C is de zijde tegenover hoek C. En dan geldt die regel die erboven staat. A gedeeld door sinus A is B gedeeld door sinus van hoek B is C gedeeld door sinus van hoek C. Voor stomphoekige driehoeken geldt dit ook. Maar dan moet je nou wel even de gevonden hoek van de 180 graden aftrekken. Zullen we zo meteen laten zien. Voorbeeld 1, een scherphoekige driehoek. Twee zijden bekend. En één hoek. Je ziet, hoek B is 40 graden en de zijde tegenover hoek B is bekend, die is 5 en dat is van belang. Als dat niet zo is, hè, dus als je geen zijde met een tegenoverliggende hoek hebt die allebei bekend zijn, dan zal ook de sinusregel niet helpen. En dan hebben we de cosinusregel nodig, die zullen we zo meteen zien. Maar hier heb je dus een hoek en een zijde die bij elkaar horen, die beide bekend zijn. BC is 6, maar de hoek de tegenover hoek A weet je niet. En die kun je uitrekenen. En ook zijde AB zou je kunnen uitrekenen. De sinusregel, ik neem hem weer over. Vervolgens vul ik hem in met de getallen die ik heb. En dan zie ik dat ik kruiselings de sinus van hoek A, dan kan ik hoek A dus uitrekenen. En die is dan 0,77, dat is de sinus. Dus met inverse sinus krijg je dus de hoek, 50,5 graad. Dat betekent ook dat nu hoek C bekend is, want met de 180 graden regel kun je zeggen dat die dan 89,5 is. En opnieuw, ingevuld in die formule, kan ik ook de zijde C uitrekenen, dus AB, en die is dan 3,2. Voorbeeld 2, een stomphoekige driehoek. Bereken hoek E. Je ziet het is een stompe hoek. Als je hem invult in je sinusfunctie, dan zie je dat dit bekend is. 7 gedeeld door sinus 50, 8 gedeeld door sinus hoek E en van de F weet je nog niets. Kruiselings vermenigvuldigen geeft 0,88 voor sinus hoek E. Dus de hoek is met de inverse sinus 61,1 graad. Maar je hebt te maken met een stompe hoek E en niet een scherpe hoek, dus niet kleiner dan 90, maar juist groter dan 90. Dus moet je, wat we net zeiden, het afhalen van de 180. En dan kom ik uit op 118,9 graden. Ik zei net al, soms kan de sinusregel niet. Bijvoorbeeld als een hoek en een zijde niet allebei bekend zijn tegenover elkaar. Of als je alleen maar drie zijden bekend hebt en geen enkele hoek. Nou, dan gebruik je de cosinusregel. En die moet je gewoon kennen uit je hoofd. Dat is eigenlijk een soort Pythagoras. A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat. Maar dan vervolgens min 2 keer B keer C keer de cosinus van hoek A. Je ziet, zijde A hoort ook weer bij de cosinus van hoek A. Zie je ook hier, zijde B hoort bij de cosinus van hoek B. En verder is dan A kwadraat plus C kwadraat min 2AC cosinus hoek B. En dat geldt ook voor C, die hoort bij hoek C. En dan krijg je dus de A en de B in de formule. Nou, een voorbeeld. Drie zijden bekend, geen enkele hoek. Bereken hoek A. Nou, vul in wat je weet. A, B en C kun je allemaal invullen. Alleen cosinus van hoek A is onbekend. Dus als je dan wat terugrekent, kwadraatjes oplost, 2 keer 7 keer 5 is 70. Dan krijg je dus deze formule. Deze vergelijking moet ik zeggen. En als je dan terugrekent zie je 70 cosinus hoek A is 21. Dus de cosinus van hoek A is 0,3. En inverse cosinus is de hoek dus 72,5 graad. Nou, ook dat zou je met B en C kunnen doen. En zo kun je dus alle hoeken uitrekenen. Paragraaf 3. Iets heel anders. Rekenregels voor wortels.
Als ik twee wortels heb die ik vermenigvuldig, dan geldt dat de getallen vermenigvuldigd samen onder de wortel komen. Dus wortel 2 keer wortel 3 wordt wortel 6, 2 keer 3. Wortel a gedeeld door wortel b mag ik ook de wortel nemen van de deling a gedeeld door b. Dus wortel 8 gedeeld door wortel 2 wordt wortel 8 gedeeld door 2 is wortel 4, dus 2. Voorbeeld 1. Even met wat lettertjes er ook in. 4a wortel 3 keer 2a wortel 5 wordt 4 keer 2 is 8. A keer a is a kwadraat. En wortel 3 keer wortel 5 is wortel 15. Dus 8a kwadraat wortel 15. Voorbeeld 2. Een wortel in de noemer is iets wat we in de wiskunde niet graag hebben. Dus die moet weg. Hoe los je dat op? Dan vermenigvuldig je met wortel 7 in zowel de teller als in de noemer. Dus je krijgt bovenin 4 keer wortel 7 en onderin krijg je 3 keer wortel 7 kwadraat. Dat is dus gewoon 7, dus 3 keer 7 is 21. Dus 4 wortel 7 gedeeld door 21. De breuk kun je ervoor zetten, dus 4 21ste wortel 7. Voorbeeld 3, 5 1 derde en daar de wortel van. Dan moet je proberen om eerst één breuk hiervan te maken. Dus van die 5 maak je ook een breuk. Dat is dus 15 derde. Plus 1 derde is 16 derde. De wortel van 16 derde is volgens de tweede regel wortel 16 gedeeld door wortel 3. Maar wortel van 16 komt mooi uit, dat is 4. Dus 4 gedeeld door wortel 3. Maar dan zitten we weer bij voorbeeld 2. We vinden een wortel in de noemer niet mooi. Dus dan moet nog keer wortel 3 gedeeld door wortel 3. Dus je houdt over. 4 wortel 3 gedeeld door 3 is, weer uitgepeld, 4 derde wortel 3. Wat we ook moeten doen is wortels altijd zo klein mogelijk maken. Dat betekent, als het lukt, er een factor voor zetten. Wortel 98 bijvoorbeeld wordt dan wortel 49 keer wortel 2. En je moet altijd proberen om mooie wortels te pakken. Dus de wortel van 4. Die is 2, de wortel van 9, die is 3, de wortel van 16, die is 4, de wortel van 25, de wortel van 36, de wortel van 49 enzovoort. Nou, zo groot mogelijk wortel, dus de wortel van 49 haal ik hier voor. Keer wortel 2 is dan dus 7 keer wortel 2. Hier is hij wat gecompliceerder, maar wortel 20 kun je opdelen in wortel 4 keer wortel 5. En wortel 45 kun je opdelen in wortel 9 keer wortel 5. En dan valt je ineens op dat er twee keer een wortel 5 tevoorschijn komt. Dus mogelijk kan ik zometeen wat optellen. Want wortel 4 komt mooi uit, is 2. Wortel 9 komt ook mooi uit, die is 3. Dus ik krijg 3 keer 2 wortel 5, dus 6 wortel 5, min 4 keer 3 wortel 5, dus dat is min 12 wortel 5. Dus antwoord min 6 wortel 5. Laatste voorbeeld hierbij. Wortel 18a kwadraat plus wortel 8a kwadraat min 3a wortel 2. In eerste instantie denk je, kan dit korter? Ja, dat kan zeker korter. Want wortel 18 kan ik schrijven als wortel 9 keer wortel 2 en wortel a kwadraat. Die wordt zometeen a, hè? Kwadraatje, wortel, heft elkaar op. Wortel 8 wordt wortel 4 keer wortel 2. En ook nu weer wortel a kwadraat, dus wordt ook weer a. En die andere neem ik gewoon even over. Min 3a wortel 2. Hé, in één keer zie ik allemaal wortel 2's verschijnen. 3a wortel 2, dus ik heb die wortel over a kwadraat weggehaald, wordt gewoon a. Wortel 9 is 3, dus 3a wortel 2 laat ik nog even staan. Wortel 4 is 2. Wortel a kwadraat is weer a, dus 2a wortel 2, dat is het tweede stukje. En ik heb min 3a wortel 2. En ineens is die een stuk eenvoudiger geworden, want 3a wortel 2 valt weg tegen min 3a wortel 2. Dus je houdt alleen over 2a wortel 2. Met de wortels kunnen we ook vergelijkingen maken. En ik noem het maar dat we twee soorten hebben. Soort 1 is 1 keer een x. En straks soort 2, 2 keer een x. Ik zie in deze som 1x, namelijk bij wortel 3. Verder niet. Nou, laat die x wortel 3 apart staan, want ik wil naar de x toe.
Dus 5 gaat naar de andere kant. En vervolgens moet ik delen door wortel 3. En dan kan ik hem nog even opsplitsen. Wortel 6 gedeeld door wortel 3 en 5 gedeeld door wortel 3. En met de rekenregels van hiervoor wordt dit wortel 2, hè, 6 gedeeld door 3. En ik moet weer vermenigvuldigen met de noemer, wortel 3 gedeeld door wortel 3. Dus eindantwoord wortel 2 plus 5 derde wortel 3. Mocht het allemaal te snel gaan, zet gerust de video even stil tussendoor. Dan kun je nog eens eventjes op je laten inwerken. Soort 2, 2 keer een x. Bijvoorbeeld deze, x wortel 3, maar ook 3x. Als je 2 keer een x hebt, dan moet je altijd x buiten haakjes halen, zodat je 1 keer een x overhoudt. Dus wortel 3 plus 3 tussen haakjes. Vervolgens zeg je 9 gedeeld door wat er tussen haakjes staat, wortel 3 plus 3. Je bent klaar. Eigenlijk vind ik het als wiskundige niet zo mooi, zo'n wortel in de noemer, maar dat is een beetje de uitgebreide wiskunde-B-stof. Ik wil toch even laten zien, hoe werk je het weg? Nou, dan doe je die noemer zo, die staat nu wortel 3 plus 3, maar dan vermenigvuldig je met wortel 3 min 3. Dan heb je, zoals je weet, vanuit klas 3 een bijzonder product van a plus b keer a min b. En dat bijzondere product, daar kwam dan uit a kwadraat min b kwadraat, oftewel wortel 3 kwadraat min 3 kwadraat. Dus wortel 3 keer wortel 3 is 3 en 3 keer min 3 is min 9. Dus in de noemer krijg je 3 min 9. En verder kun je bovenin als ware haakjes wegwerken 9 keer wortel 3 en 9 keer min 3. Dus 9 wortel 3 min 27 gedeeld door min 6. Even splitsen. 9 wortel 3 gedeeld door min 6 en min 27 gedeeld door min 6 wordt min 1,5 wortel 3 plus 4,5. Bijzondere rechthoekige driehoeken. Twee soorten. Je hebt de 45-45-90 driehoek, waarvan de rechthoekszijden A zijn. Dan is de schuine zijde altijd A wortel 2. Dus stel dat AC 3 is, AB is 3, dan is BC 3 wortel 2. 5, 5, 5 wortel 2. 10, 10, 10 wortel 2. Een 30-60-90 driehoek heeft ook bijzondere eigenschappen. Als AC A is, dan is BC het dubbele, 2A. En AB is dan A wortel 3. Dus als hoek B 30 graden is en hoek C is 60 graden en hoek A 90, dan geldt hier bijvoorbeeld, stel AC is 5, dan wordt BC wordt 10, het dubbele, en AB wordt dan 5 wortel 3. Nou, hiermee kun je rekenen heen en terug. Kijk in je boek, ik heb hier geen voorbeeld van uitgewerkt. Alleen straks het praktijkvoorbeeld aan het eind komt er even op terug. Oppervlakteformules, omtrek bij 4 figuren, ik noem ze. Driehoek, een parallelogram, een trapezium en een cirkel. Daarvoor geldt voor de driehoek oppervlakte is een half keer basis keer hoogte. Of basis keer hoogte gedeeld door 2. Moet het wel loodrecht op elkaar staan, dus die hoogte moet loodrecht op de basis staan. Voor het parallelogram geldt basis keer hoogte. Eigenlijk zijn er gewoon twee driehoeken aan elkaar geplakt. En voor het trapezium geldt een half keer a plus b keer de hoogte. En misschien kijk je dat vreemd tegenaan. Maar als je goed kijkt, je kunt dat trapezium in twee driehoeken verdelen. En dat geldt voor de bovenste driehoek een half keer a keer de hoogte. En voor de onderste een half keer b keer de hoogte. Dus is het samen een half keer a plus b keer de hoogte. En voor de oppervlakte van een cirkel geldt pi keer straalkwadraat. En de omtrek heb ik er ook nog even bijgezet. De omtrek van een cirkel is 2 pi keer de straal. Of wat je ook kunt zeggen is pi keer de diameter. Nou, Tot slot wil ik de laatste paar dia's koppelen in een praktijkvoorbeeld. Zoals je hier getekend ziet. Je ziet hier twee cirkels die elkaar overlappen bij A en B. Een cirkel met middelpunt M en straal 4 wortel 2 en een cirkel met middelpunt N en straal 4. De oppervlakte van het gebied dat door beide cirkels wordt overlapt wil je weten. Nou, eerst trekken we het lijntje van A naar B.
waardoor twee driehoeken ontstaan. Je ziet dat driehoek ABN een 45-45-90 driehoek is. Dus als AN 4 is, de straal, is BN ook 4. En is AB dus 4 wortel 2. Dat betekent dat de oppervlakte van het segment NBA, dus van het taartpunt, om maar even zo te zeggen, een kwart taart is. Dus pi keer 4 kwadraat, dat is de hele cirkel, keer 90/360ste. Dus 1/4 deel van de cirkel. 90 graden van de 360 graden. Is 12,566 punt, punt, punt. Ik teken even de driehoek erin. NPA. En NPA is ook een 45-45-90 driehoek. Dus NP is 4 gedeeld door wortel 2. Is 2 wortel 2. Of je kunt het ook anders zeggen. Als AB 4 wortel 2 is, dat wist je al, dan is AP ook 2 wortel 2. Dus omdat die gelijkbenig is, moet PN dan ook 2 wortel 2 zijn. Dan kan ik de driehoek uitrekenen. De oppervlakte van het driehoek NBA is dan dus een half keer basis keer hoogte. Dus een half keer AB, en die is 4 wortel 2. Keer NP, die is 2 wortel 2. En als je dat doorrekent met wortelrekenen van een paar dia's hiervoor, kom je uit op 8. Dus het segment NAB is 12,566, punt, punt, punt. En de driehoek NBA is 8. Dus als je ze van elkaar afhaalt, hou je de oppervlakte van het overlap links van de streep AB over. En die is dus 4,566, punt, punt, punt. Dus links van AB in de overlap. Vervolgens zie je driehoek MPA getekend en dat is een 30-60-90 driehoek. Dus ook hier kun je met verhoudingen aan de slag. MA is 4 wortel 2, dat betekent dat AP 2 wortel 2 is. En dat wist je ook, want het is een gelijkzijdige driehoek. MAB, alle hoeken zijn 60 graden, dus AB is 4 wortel 2. Dus de helft daarvan, AP, is 2 wortel 2. Maar het kan zo met verhoudingen. En zo zie je ook dat MP2 wortel 6 wordt. 2 wortel 2 keer wortel 3. Dus 2 wortel 2 keer wortel 3 is 2 wortel 6. Nou, dat betekent dat de oppervlakte van het segment MAB is pi keer 4 wortel 2 kwadraat. Dat is de oppervlakte van de hele cirkel. Keer 60/360ste, dus 1/6 deel van de cirkel. Dus de taartpunt MAB is 16,755, punt, punt, punt. De oppervlakte van de driehoek MAB, die moet er vanaf gehaald worden zometeen, om de oppervlakte rechts van de lijn AB te krijgen, in de overlap, is dan een half keer basis keer hoogte, dus half keer 4 wortel 2, dat is AB, keer de hoogte, MP, en die is 2 wortel 6. Als je dat doorrekent, kom je op 13,856 uit. Het verschil van het segment en de driehoek is 2,898. Teken de beide geel gearceerde oppervlaktes bij elkaar op. En je komt uit op een totale overlap van 7,46. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En ik wens je heel veel succes met je toets. Zet gerust de video stil tussendoor. Misschien helpt het je om die voorbeelden gewoon even goed op je te laten inwerken. En dan zal het vast wel lukken. Succes!